Welkom NL Magazine, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. En dit keer hebben we het over Office. Nou Ricardo, ik zie hier twee Office pakketten. Eentje staat hier Office voor thuisgebruik en studenten. De andere is Office 365. Zelfs al eentje gereserveerd, zie ik. Dus wat zie je nou het verschil van deze twee pakketten? Nou, het verschil zien we aan de box, zullen we het niet zien. Nou. Maar uiteindelijk wat we ervoor krijgen wel. Als we gaan kijken naar, het verschil wat we hebben tussen de Office en de Office 365. Is dat de Office zelf is een eenmalige aanschaf die wij doen. Wat toch ook wel een, vind ik persoonlijk wel een, best wel een uitgave is. Daarnaast. De Office 365 werkt op abonnementbasis. Hier betalen we een vast bedrag per jaar voor. Maar ik moet wel zeggen, wat we voor de Office 365 erbij krijgen, is onder andere een terabyte opslag voor de OneDrive. Dus wij krijgen in de lucht, zoals we het wel eens zeggen, ja. In de cloud, krijgen we 1 terabyte opslag. Cadeau. Ja. En daarnaast moet ik ook zeggen, is dat we met de Office 365 ook nog een keertje altijd gebruik maken. Eigenlijk maken we eigenlijk altijd gebruik van de nieuwste versie. Oké, maar waarvoor zouden mensen dan nog deze kopen? Nou, wat heel veel mensen zelf toch graag willen, dat ze niet ergens aan vastzitten. Okay. En ik merk dat heel veel mensen ook een beetje, het is ook een stukje kennis, moet ik zeggen. Dat heel veel mensen toch wel zoiets hebben van, nou ja, elk jaar weer een bedrag wat ik toch alweer uit moet geven. Ik wil liever gewoon een pakket kopen waar ik in ieder geval de eerst aankomende jaren klaar mee ben. Oké. Okay. Nou, dat is toch wel duidelijk. Dus eigenlijk zeg je van mensen die we gewoon 1 keer uitgeven, geen gezeur, die kopen zo'n ding. Ja. Zeg van ik wil altijd gewoon up-to-date zijn en ik wil ook die extra diensten gebruik van kunnen maken. Dan pak je gewoon Office 365. Dan nemen we de Office 365. Ja. Nou, dat is heel duidelijk. Dus naast deze pakketten bestaan er waarschijnlijk ook nog business pakketten, neem ik aan? Ja, er zijn nog pakketten die zijn nog meer uitgebreider zijn die. Ook weer qua prijs liggen die ook wel weer een stuk hoger. Maar die worden ook wel weer gebruikt voor de MKB, maar ook dan voor de grotere bedrijven. Oké, maar dat is niet jouw doelgroep als klant? Nee. Oké. Nou, dus eigenlijk voor de gewoon normale gebruikers, thuisgebruikers, zoals we dat dan noemen, eventueel zelfs studenten, heeft u eigenlijk deze twee pakketten. Nou, u natuurlijk de keuze, wilt u gewoon 1 keer iets betalen en klaar zijn? Of zegt u van, ik wil toch meer hebben, dat ik opslag heb en ik altijd actuele versie heb, dan adviseren wij deze, toch? Ja. Nou, dan is het weer een duidelijke korte uitleg geweest. Mag je weer bedanken. Kijkers, hopelijk kunt u nu een duidelijke keuze maken van deze twee pakketten. En tot de volgende keer. Tot ziens.